Als jullie dit zien, dan weten jullie wel weer waar we zijn, toch? Ja, maar eens even kijken. Wat hebben we hier allemaal? Geen idee. Geen einde. Top, dank je. Oké. Hele goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Een druilige dag, maar dat maakt niet uit, want het regent. Maar wij zijn nog altijd Karen en Roderick, Roderick en Karen. En het is vandaag zondag 25 december 2022, dus het is de eerste kerstdag. Ja. En het is 2:15 in de middag, dus ja, ik open hem laat. Maar ik had iemand lekker naast me in bed liggen, helemaal geweldig, helemaal heerlijk. Want het zijn speciale dagen, ja. Precies dat. Maar wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier voor deze gloednieuwe vlog. Als jullie dit zien, dan weten jullie wel weer waar we zijn, toch? Ja, moet schrikken. Is leuk. Ja, ik zal nu daar. Yay! Joepie, joepie. En Rory zal naar binnen waarschijnlijk. Ja, of nee, nog niet. Nee. Oh leuk, oh mooi. Kijk, daar staat hij. Helemaal goud. Kijk, hij heeft de gouden tas meegenomen. Jee, joepie. De gouden tas. Ja, de gouden. Nog wel. Ja, de gouden nog wel. IJskartie. Hoe gaat ie? Ja, ik heb het ook koud. En het is buiten inderdaad nat. Het is aan het regenen. Binnen ook? Ja, daar ja. Ja. Daar, en daar is het nat, maar hier niet. Die en die is zelfs dicht? Oké, okay, wauw. Nou, we gaan eens even kijken wat er allemaal open is. Of helemaal niks, ja, je weet het niet. Of wat open is, je weet het niet. Nou, de Van Haar is ook dicht. Ja, Van Haar is dicht. Echt, heel veel is dicht. Maar dat betekent wel weer dat het lekker rustig is. Tijdelijk gesloten. Ah, daarvoor is het. Oké. Okay. Nou, de Action is zelfs dicht. Nou, dan wat we inderdaad morgen stervensdruk. Nou, ik ga achteraan lopen. Zo, au, een voetje. Alles is bijna tijdelijk afgesloten, schat. Hey. Helemaal. Ja, goed dan. Heel tijdelijk. Ja, zoals richting Kruidvat en alles. Dat is allemaal tijdelijk afgesloten. Ja. Ik laat Ro daar even en ik ga zelf even naar beneden. Anders ben ik wel heel lang bezig. Als ik daar allemaal op moet gaan wachten, is niet handig niet. Nee, kijk. Dat zeg ik. Ik heb dit met heel veel dingen afgesloten. Nee. Ja, niet afgesloten, maar gesloten. Kijk, je kan er gewoon niet bij. Nee, dat is allemaal leeg. Het is wel lekker rustig zo. Moet eens kijken. Ja, het is wel lekker rustig inderdaad. Heerlijk. Ja, dat is ideaal. Nou, en daar gaan we gewoon even naartoe. Zo. Kijk, helemaal goud. En nou is het wachten op Ro. Daar komt hij aan hoor, en met zijn karretjes. Komt hij aan. Ja. Helemaal top. Gezellig. Echt wel. Eens even kijken, wat hebben we hier allemaal? Geen idee, geen einde. We hebben hier iets met 2,50 vismix. Nou, dat vind ik al in principe niet te hachelen. Maar ik kan het wel op het doosje doen met voor 2,50.
Nee, ga ik niet doen. Beetje zo. Afpakbroodjes. Wat staat er ook op? Elandbroodjes. Voor de eland staan. Nee, ik vind dat een beetje te duur voor dit, schat. Echt, sorry, maar... Nee. Nee. Ja. Asperger ragout. Nee, is toch lekker voor jou? Luxe asperger ragout voor mama. Echt, hè? Oh, heerlijk. Nee, de bak, daar zit dus niks in voor ons. Wat zie jij nou weer dan? Oh ja, maar die had ik al aan mama gegeven. Nou, die vond ze wel leuk, ja. Nee, je had niet betaald. Dat is tegen. Hè? Huh? Wat? Je had niet betaald. Dat is tegen. Hoezo niet? Ik ben de car laten. Wat een tijdje van de gratis. Is dat zo? Ja. Oh. Hey. Hè? Hè? De diefstal. Erg. Oh. Dan bloed op de grond. Nee, dat is van grapefruit. Ik ga geen dadels kopen. Echt niet. Allemaal hoela de koekoek. Kijk, ziet er ook leuk uit. Ja, helemaal goed. Kijk van heen, helemaal goud. Ik moet sowieso iets hebben voor op de doos. Dit ziet er ook wel lekker uit, hè? Ja. Maar ik ga dit niet betalen, want ik vind het een beetje duur. Ja. Dus nee, dat ga ik lekker niet doen, nee. Ik niet. Ik begin er niet aan. Nee. Maar de koekoek, eens even kijken, want we gaan ook de 28e weer even naar Duitsland. Maar ik wil ook nog wat lekkers hebben. Ja, want mijn worsten die is wel op. Nou, die en de ene helft is naar zijn malle grootje gegaan in het droge. En de andere helft heeft Beauty opgegeten. Ja, is handig, hè? Dus ik neem wel eventjes een grillworstje mee. Gegrilde worst, wil je er ook een voor op de zak? Oké. Ja, ik begrijp hem. Ik begrijp hem. Ja, helemaal goed. Ik begrijp hem volkomen. Eens even kijken. Wat? Gegrilde worst met zak. Wat nou? Ja. Wat? Ik denk, ik neem een kleinere, maar dan ben je duurder uit. Ja, altijd, hè? Kom maar even naar jou toe. Vertel, wat? Je hebt een grotere grillworst. Voor ja. €2,23. Ja. 3,6. Ja, €2,23, ja. Ik denk, nou, dan neem ik een kleinere. Ja? Ja, zo'n stuk kleiner. Moet je wel goed. Nee, moet je wel. Zo'n stuk kleiner, oké. Ja? Wat ben je vervelend? Maar daar betaal je dus 40 cent extra voor het stuk dat je niet hebt. Ja, want kijk, ja. Dat is, deze is deze. Die is die. Ja, ik vind het heel raar, maar dat, en met dit heeft gewoon de Jumbo grillworst. En dit is de Zalo grillworst. Dus, en de kaas grillworst, ook lekker. Dus je betaalt voor de naam. Voor het kleinere stuk, je betaalt meer. Ja, en dit is hetzelfde prijs, dus... Ja, hier zit kaas in. Ja, en dit was vroeger net €1,99 en nu bijna €4. Hun nade. Nee, ik wou wat anders kijken voor mezelf. Ja, ik ga vanavond dus gewoon niet naar zijn werk brengen. Maar morgen... Lieve schat. Ik ga jou dus vanavond niet naar je werk toe brengen, maar morgenavond wel. Ja, want dit is namelijk de eerste kerstdag. Ja, ik wil wel even slapen. Ja. Ja. Dan breng ik jou morgenavond weer wel. Ja. En haal ik je ook weer op. Ja. Want dan kun je ook lekker uitslapen. En dan de volgende dag naar Duitsland. Zo. Nee, maar ik weet, anders slaap ik niet meer. Dus... Ja. Moet dat zo hard... Ik wil sowieso deze altijd. Deze vind ik altijd onwijs lekker. Moet dat nou zo hard? Weet je? Nee, precies dat. Inderdaad. Die wil ik hebben. En dan... Celery salade vind ik niet zo echt heel denderend. Garnalen, ja. Maar dan heb ik ook die... Welke hebben ze nog meer? Dus... Beenham, nee. Ik ken die... Dekseltje heb ik ook nog.
Ja, maar, ja, maar dat is allemaal duurdere, zeg maar. En dat vind ik een beetje zonde. Hè? Ja, kort even. Geen dekking. Nee, zo werkt het niet, schat. Sorry. De hummus. Nou, ik hoef geen hummus, nee. De zalmsalade. En dit is oude kaassalade. Eeuw, zei je al gelijk. Hold nu zeg. Ik zie je mijn gezicht al. Wow, heerlijk dit. Hallo. Hallo, fijne dagen jongen. Dankjewel. Kip mambo salade, wat is dat nou weer? Ja, helemaal goud. Ja, maar er staat wel een streepjescode. Een paar streepjes erbij zetten. Nee. Een zwarte pen. Zo werkt dat niet, lief. Zo werkt dat niet. Maar ik kom er even niet uit wat ik nog meer wil hebben. Celery. Ja, toch maar wel celery. Ik ben er niet zo dol op. Maar oké, ik moet toch wel wat op mijn toosje hebben, even zelf. Wat zou jij nog meer aanraden? Pittige kipsalade. Dat vind jij lekker. Ben je niet helemaal lekker zelf? Nou, ik had gisteren een sushi rol met wat pittig. Nou, zo, man. Ja, een zilverlijn. Wat? Die had ik al. Heb ik al. Ik heb de celery salade, ik heb de bieslook en ik heb die. Ja, geen kipkerry. Ik dacht dat ik de kipkerry ook had. Ja. Nee, lekker niet. Oeh, maar nou lekker wel. Want... Die wel met extra, maar dan krijg je geen korting. Ja, maar dan gaan ze daar weer overlopen zeiken, weet je. De kipsaté salade heb je ook. Wat? Kipsaté. Nee, dat hoeft ook niet. Ik vind het prima zo. Ja, dat is fijn voor je, schat, maar dat ga ik lekker niet doen. Huh? Nee, dat gaan we allemaal lekker niet doen, schat. Echt niet. Ja, wat wil ik nog meer? Want, eens even kijken. Geen idee. Maar Rodi begrijpt mij niet meer, maar ik begrijp mezelf wel. Ja, en dit krijgen we ook niet meer, hè, als vraag. Dit, om dit mee te nemen. Het was eerst... Hoe was het ook alweer? Altijd eerst... Niet meer witte. Altijd eerst de witte. Maar de witte waren het toen niet meer. Deze. Toen nam Rood dus deze mee. En dat vond ze toch weer heel erg lekker, hè? Doe maar. Ja, want mijn schuin onderbuurvrouwtje, die vroeg altijd om broodjes mee te nemen. Nou, eerst was het deze met rosbief. Maar dat was toch niet zo lekker. Dus toen was het bruin met rosbief, ja. Rosbief, ja, zo lekker. Ja, dat is inderdaad lekker, ja. Maar we gaan dus even kijken wat we nog meer gaan halen. Ja.
ga deze vlog afsluiten. Het is even een hele rare vlog geweest. Ik weet het. Weinig gefilmd. Ook dat klopt. Helemaal. Maar ja, feestdagen, Rona's werk brengen en dan weer ophalen. Weinig slaap. Ja, dan krijg je dat er van. Maar dat maakt niet uit. Ik ga nu wel lekker slapen. Ik ga de vlog afsluiten. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer, reageer, duimpje omhoog. En ik check jullie morgen weer terug bij Ogloed.